Matchmaker wordt mede mogelijk gemaakt door Novelle Uitzendorganisatie. Deze jonge man is Thomas Teurlings, 25 jaar oud. Uit Tilburg komt hij en hij werkt al 9 maanden als pre-press medewerker bij een etikettenbedrijf. Hij zorgt voor de opmaak van de etiketten, het controleren en het begeleiden van het drukwerk. En het leukste van zijn werk vindt Thomas de gecompliceerde etiketten. Leert heel veel van zijn collega's. En de werkvloer, zo zegt hij zelf, is extreem gezellig. Voor deze job moet je zeker creatief zijn, kennis hebben van opmaaksoftware en een flinke dosis humor hebben. Gelukkig zit dat bij mij wel goed. We gaan een mooi etiket maken vandaag. Masha werkt vandaag met Thomas mee bij een producent van zelfklevende etiketten met meer dan 2000 klanten in de Benelux en Duitsland. Kijk maar eens in je keukenkastje of in de boekenkast. Bijna overal zit een etiket op. En misschien heeft Thomas die wel gemaakt. Robert en Thomas. Thomas, jij werkt hier sinds december 2010 en jij bent een van de twee eigenaren. We zijn bij een etikettenbedrijf. Wat doen jullie hier precies? Wij maken zelfklevende etiketten op rol, in de breedste zin van het woord. Voor eigenlijk alle branches die je maar kunt voorstellen, behalve de farmaceutische industrie. Zelfklevende etiketten op rol zitten echt overal op. Ja, precies. In de winkel, in de supermarkt, overal. Dit is nieuw voor mij, daarom heb je me vandaag gekoppeld aan Thomas. Ja. Wat doet Thomas? Thomas zit op onze afdeling Prepress. Digitale voorbereiding van de te drukke etiketten. Bestanden doorsturen, opmaken, doorsturen naar de pers, clichés bestellen. We zijn een vrij fors bedrijf op het gebied van snelheid. 600 orders per week. Dus hij moet 100 orders per week door zijn handen heen laten glippen. Dus jij kan mijn hulp wel gebruiken vandaag? Ja, zeker. Ja. Wat gaan we doen? Nou, we gaan samen een etiket opmaken. En dan is het bedoeld dat jij mij gaat, dat ik jou ga ondersteunen. En dat we samen het eindproduct gaan maken. Wat gaan we doen? We gaan samen een etiket voor jullie opmaken van het Matchmakers logo. Van het programma dus? Ja. Het logo heb je al in je inbox? Ja. Het is wel een tijdje geleden hoor, Illustrator en foto's. Ik ga er gewoon doorheen begeleiden. Ja. Nou, wat te doen is, jij mag de muis- en toetsenbord bedienen. Ja. Nou, ze hebben een PDF hier aangeleverd. Nou, het bestand moeten we iets gaan verkleinen om het passend te krijgen binnen de stans, dus binnen het mes waar het straks op gestanst gaat worden. Wat we doen is, dit gaan we uit dit bestand knippen en in een ander bestandje weer plakken. Dus dan moet ik eigenlijk voorstellen, straks komt er een heel groot, bijvoorbeeld dit papier, en dan is er straks een soort van mesje en die snijdt eigenlijk vanuit dat papier de etiket uit. Ja. Dat is met die stans. Ja. Ja. Hier de pagina. Ja. En dan weer door command V, dan plak je het eigenlijk precies in het midden. Vliegens vlug is die, hè? Ja, hoppakee, ja. Nou, zoals je ziet past het natuurlijk nou nog voor geen meters. Wat we gaan doen is, we gaan dit bestandje iets wat verkleinen. En zoals, ja, we hebben dit zo aangeleverd, er is verder niet verteld hoe groot of hoe klein we het mochten maken. Dus we gaan het gewoon een beetje mooi passend maken. Daar komt de creativiteit om de hoek kijken. Wat vind jij? Hou jij van, dat is per vormgever anders. Ja. Vind jij het midden mooi? Ik zou het gewoon precies in het midden zetten, inderdaad. Gewoon in het midden knallen. In principe is dit het etiket wat we nou kunnen gaan drukken. In meer zit is het eigenlijk niet. Vind je dit leuk om te doen? Ja, super. Ja. En waarom? Omdat eigenlijk elke etiket anders is. En vooral de wat uitgebreidere etiketten, die zitten vrij technisch in elkaar. En je kunt hartstikke leuke dingen doen met etiketten, bijvoorbeeld op zilver plakken, waardoor er een extra techniek bij komt kijken. Want dit werk is niet echt bepaald, bijvoorbeeld een logo vormgeven en dat helemaal, maar het gaat meer om de technische uitvoering ervan en met kleurwerken en zorgen dat het ook uiteindelijk beneden, waar ze gedrukt worden, ook allemaal loopt. Dat is eigenlijk toch jouw job, hè? Correct, ja. Zit er ook een minpunt aan het werk? Er zitten oortjes tussen die wat recht toe recht aan zijn. Te simpel meer, voor je. Nou ja, misschien niet te simpel, misschien weer gewoon stampwerk. Ja, dat is gewoon een beetje hersenloos die oortjes wegknallen. Ja. Is ook leuk, alleen de oortjes waar wat meer techniek bij komt kijken. Ja, meer uitdaging, daar hou jij van. Ja, is deze nu al beneden aan het drukken? Gaat dat zo snel hier? Nee, we moeten hem nog eventjes doorsturen naar de drukpers beneden. En dan kunnen we beneden gaan kijken en dan zul je zien dat hij daar netjes uitkomt.
Mijn tip van deze week is, laat je sollicitatie over aan het uitzendbureau. Waarom moet je dat nou doen? Nou, ten eerste, je sollicitatiebrief en je cv zijn natuurlijk heel makkelijk te maken bij het uitzendbureau. Dat zijn degenen die er verstand van hebben en het voor jou perfect in orde kunnen maken. Daarnaast kan het uitzendbureau zorgen voor feedback als je terug bent gekomen van een sollicitatiegesprek. Op die manier kunnen ze aangeven waar je eventueel op kan letten bij een volgend gesprek. En natuurlijk het belangrijkste, het uitzendbureau kent de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. En wat er leuk is om bij die bedrijven te werken. Om er voor jou de perfecte match te kunnen maken, kunnen we kijken welk bedrijf het beste bij jou past en waar je uiteindelijk het prettigst gaat voelen. Dit is dus eigenlijk waar alles gedrukt wordt. Ja, hier wordt het drukwerk afgewerkt, zeg maar. Want zoals je weet, daar links is daar de folie deelt. En hier wordt al het drukwerk afgewerkt, zeg maar. En komt ons etiket dan ook hier ergens? Ja, uiteindelijk wel. We gaan het nog eerst even controleren of dat het allemaal netjes is en of dat het precies past en zo. En dan zul je zien dat het zometeen hier terecht komt en hier gaat het afgewerkt worden. Maar dat hoort ook bij jouw baan, dat jij altijd controleert? Ja, controlerende functie, die heb ik ook. Ik moet kijken of het etiket netjes in het, binnen de stand staat, of de kleuren kloppen, of de afstand goed is en of dat de manier waarop het etiket op de rol moet komen, zeg maar, goed is. Wat is nou het allervetste etiket dat je ooit gemaakt hebt? Ja, dat is een etiket voor een voedingssupplementenfabrikant. En daar wordt met zilver gewerkt. En dat ziet er gewoon super gaaf uit. Ja? Ja, dat is, ja? Dan word je gewoon heel blij als die door die rol gaat. Ja, dat zijn ook grote oplagen. Dus het gaat om veel geld. Het is toch altijd een beetje spannend. Gebruik je zelf ook voedingssupplementen? Ja, ik ben druk bezig. Dus als jij dan in de winkel bent, dan denk je, het is van mij. Ja. Daar moeten we heen, hè? Dit heb jij gemaakt? Ja, ik vind het tof. Heel tof. Oké, nou, wat we nou gaan doen is we gaan even controleren of dat de kleuren goed zijn. En of dat er geen dingetjes zijn weggevallen. Maar ja, dit etiketje is vrij recht toe recht aan. Je kunt eigenlijk zien, de matchmaker staat er allemaal netjes op. De kleur grijs komt er mooi uit. Het logootje van Brabant 10 ziet er netjes uit. Dus volgens mij moet het goed zijn. Ben je er tevreden over? Zeer tevreden. Ik ben er zeer tevreden over. Want het lijkt me ook leuk dat er iedere keer als je dan hier komt, dat het ook tof is dat je iets van je computer gewoon uiteindelijk in het echt ziet, toch? Ja, dat is toch, wat is dat voor een gevoel? Ja, het is leuk om te zien uiteindelijk wat je dan gemaakt hebt, ook echt op een product terecht komt. Ja. Zeker als je aan het winkelen bent of zo en je ziet daar in één keer het etiket dat jij gemaakt hebt. Ja, dat is toch wel geinig. Ja. Ik zeg rollen met die, hoe noem je dat, pers? Ik vind het nou leuk, hè, dat we dit mogen doen. Ik zie het aan jou om op de knop te mogen drukken, print. En dan kun je zeggen dat jij heel het etiket eruit hebt. Komt-ie. 1, 2. Nou, wat we nu gaan doen is, we gaan de rol gaan we ervan afhalen van de machine. En die gaan we naar de afwerkmachine brengen en dan gaan we hem daar stansen. Goed, ik ga even knippen. Oké. Nou, je mag de rol eventjes laten ontspannen. Dan loop je binnen op het knopje. Dankjewel, hebben we samen gemaakt. Yeah. Je werkt hier nu bijna een jaar. Wat is jouw achtergrond voordat je hier kwam? Hiervoor was ik grafisch vormgever bij een groot medisch bedrijf. En daar deed ik meer het ontwerpgedeelte, zeg maar. En daarna ben ik gaan zoeken naar een nieuwe uitdaging, iets meer technischer. En via Novel ben ik eigenlijk hier terecht gekomen. En jij vindt vooral het leuke aan deze baan dat het vooral technisch is. Waarom? Ik ben super leergierig. En aangezien de technologie heel snel gaat, moet je wel heel leergierig zijn om bij te blijven. En dat is de uitdaging die ik rijk in vind. Heel goed. Hey, ik dacht zo, hè, want aangezien Robert van humor houdt, dacht ik, misschien kunnen we hem even opzoeken en kijken of hij dit grappig vindt. Ja, is goed. Ja? Ja. Nou, misschien vindt hij het iets. Hoi, hey. Robert. En is het allemaal gelukt? Nou, we zijn aardig klaar eigenlijk. Mooi. Ik heb iets op mijn rug, want ik heb een opdrachtje meegedaan met Thomas. Ja. Ik was eigenlijk benieuwd wat je van het resultaat vond. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, super. En heb jij dit vandaag gemaakt? Met behulp van Thomas. Doorgestuurd naar de pers.
Helemaal laten afwerken. Nou, mooi. Ja, zo hoort een etiket eruit te zien, hè? Thomas is hier via het uitzendbureau terechtgekomen. Daar heb je een opdracht weggelegd. Wat voor een opdracht was dat? Nou, wij zoeken altijd creatieve mensen. Met een beetje doorzettingsvermogen, omdat de druk hier heel erg hoog is. Maar hij moet natuurlijk ook kennis van zaken hebben, kennis van de grafische industrie en van de programma's waar hij mee moet werken. Nou, daar voldeed hij al heel snel aan. En hij leert ook heel erg snel bij. Dus we zijn heel blij dat hij bij ons is komen werken. Dus de match is geslaagd? Absoluut. Nou goed, om dat dan even extra te benadrukken, krijgen jullie van mij een sticker. Dat de match is gemaakt. Nou, super. Mannen. Dit was hem, de allereerste aflevering van Matchmaker. En volgende week, Masha. Goeie vraag. Tot volgende week. Systeem uitschakelen. Matchmaker werd mede mogelijk gemaakt door Novella Uitzendorganisatie.